Volgens mij ben ik nu te horen. Nou, er was nog even een foutje met de microfoon. Dus nou goed, dan kan ik even opnieuw beginnen. Ik zal even mijn scherm weer delen. Als het goed is, zien jullie zowel mijzelf als mijn collega Peter Haafkes. Wij zitten samen in het Trust and Identity team van Surf, Trust and Identity team. Ik ben product manager voor Surf, voor EduID. En Peter is technisch product manager voor EduID. En samen willen we jullie door een aantal zaken heen lopen die we al gebouwd hebben de laatste tijd. Maar het leuke vinden we altijd wel om even te kijken wat voor een vlees we in de kuip hebben. Daarom doen we altijd heel eventjes een heel korte Mentimeter. Dus als het goed is, kunnen jullie eventjes of die QR-code scannen of even naar menti.com gaan en de code invoeren. De code is 1205 1235. Dus dan probeer dat eventjes. Ik zal heel even geduld hebben voordat jullie daarin zitten. En dan gaan we gewoon even verder. De eerste vraag is eigenlijk altijd van wat is je achtergrond? Waar kom je vandaan? Van wat voor een instelling? Ja, als je geen scanner bij de hand hebt, dan kun je even naar menti.com gaan. Hè? En de code, wat was de code ook alweer? Die staat nu niet meer in beeld, zie ik. Code leidt ook tot de QR-code. Even kijken. Als ik wil even kijken. Ik had hier ergens een linkje staan, als het goed is. Ik zal deze link even in de chat zetten. Als jullie naar de link in de chat gaan, kun je alsnog hopelijk bij deze Menti. En ik zie inderdaad al wel dat mensen al wel. Kijk, mooie HBO-WO-vergelijk. Mooi 50-50. Kijk eens, ideaal. En dan ook een van de vragen aan jullie, wat we ook. Kijk, dienstverlener, die komt ook nog bij. En ook een van de dingen die we benieuwd zijn, is hoe zien jullie dat over 5 jaar? Denken jullie dat over 5 jaar, hoe loggen studenten in bij een instelling? Bij diensten? Is dat met een DigiD? Is dat met een social account? Is dat met een EduID of is dat met een instellingsaccount? Of zie je dat toch nog op een andere manier? Dus ik ben wel benieuwd hoe jullie daarover denken. Ja. En op zich, hè, in het tijdschaal is natuurlijk 5 jaar relatief kort. Zeker als je volledige omslag naar iets als EduID zou willen maken, dan is misschien 5 jaar zelfs wel te kort. Maar goed, we zien in ieder geval al 6 personen denken toch nog de instellingsaccount. Dat verbaast me ook niks. Maar toch een aantal die zeggen EduID, dus dat vind ik heel mooi om te zien. Dat zijn de voorlopers, zullen we dan maar zeggen. Oké, mooi dat we dat even weten. Laat hem nog even openstaan, je Menti. En dan gaan we eventjes door met ons verhaal wat we willen vertellen. Een van de dingen die ik net al aankondigde in de plenaire sessie, hè, is van we hebben natuurlijk allerlei functies toegevoegd de laatste tijd in de huidige EduID. En we hebben ook een aantal plannen die we willen gaan uitvoeren in het komende jaar. En eigenlijk wat er wel leuk leek, is dat als we de oorspronkelijke principes van EduID nemen, dan kun je zeggen, oké, nou, dan hebben we zo'n principe of kenmerk, hoe hebben we dat dan aangepakt? Wat is de technische implementatie daarvan? Hoe zou je dat kunnen gebruiken? Hoe wordt het gebruikt en hoe zou je het kunnen gebruiken?
En dan ook nog even die specifieke functionaliteit ook even laten zien in een demo voorbeeld. En die demo, dat zal mijn collega Peter Havekes doen. Dus ik zal dat voor ieder kenmerk even aantonen of aan laten zien hoe dat we dat hebben aangepakt en een voorbeeld erbij noemen. En dan zal Peter het heel even overnemen om een demo te laten zien. En zo schakelen we een beetje heen en weer. Ik hoop dat dat allemaal heel soepel gaat. We hebben dat een beetje geoefend. En natuurlijk, als jullie vragen hebben. Kijk, we zijn met een relatief klein gezelschap. Dus als je vragen hebt, stel ze gerust even in de chat. Of als je een hele brandende vraag hebt, kun je mezelf even onderbreken. Vind ik prima. Helemaal niet erg. Dan kunnen we dat heel even adresseren. En dan ga ik in ieder geval even verder. Even kijken. Nou, wat waren die verschillende kenmerken die we hadden van EduID? We beginnen eigenlijk bovenaan. EduID is eigenlijk bedoeld als een digitale identiteit voor een persoon. En dat is niet verder gedefinieerd van wat dan een persoon is. Dus in principe is het iedereen. We richten ons natuurlijk wel een beetje op onderwijs en onderzoek. Een van de andere principes was onder regie van de persoon zelf. Dus dat iemand zelf inzicht heeft in wat er gebeurt met zijn EduID. Hoe dat ik zie dat mijn gegevens gebruikt worden, dat ik toestemming kan geven, dat ik die ook kan intrekken. Dat soort waarden. Een leven lang bruikbaar. Ja, bij dat principe zal ik niet heel lang stil blijven staan. Dat is gewoon een kwestie van niet opheffen. De privacy respecteren, dat is natuurlijk altijd wel een hele bijzondere. Daar hebben we ook bijzondere technische oplossingen voor bedacht. Dus die laat ik jullie dadelijk graag zien. Betrouwbaarheid is natuurlijk erg belangrijk. Als iedereen een EduID kan aanmaken, dan is het natuurlijk belangrijk om te weten wat voor persoon dat is. Hoewel we ook soms use cases zien van instellingen die dat minder belangrijk vinden. Die vinden bijvoorbeeld alleen autorisatie belangrijk. Ja, als ik maar de juiste persoon heb. Ik geef iemand een autorisatie, maar of dat zijn identiteit dan betrouwbaar is waarmee die inlogt, dat is dan wat minder van belang. En als laatste dat verrijken met de gegevens uit externe bron. Dus ook wat je hier ziet is erg regie van de persoon zelf. Ik zie al een vraag van Dick. Kan ik zelf als alumnus van een universiteit een EduID aanvragen? Jij bent ook een persoon, dus iedereen kan er een aanmaken. Dus ook Dick. Klopt, jij kan het ook doen. Ik ga even één voor één deze langs. En dan kunnen we zien wat we precies hebben geïmplementeerd daarvoor. Nou, als je kijkt naar een digitale identiteit voor een persoon, ja, eigenlijk als je dat afpelt, hè, dan is het eigenlijk hebben we met EduID ons best gedaan om een heel eenvoudig systeem te maken waarmee je zelf een account kunt aanmaken. En dat account zit dan dus in de EduID Identity Provider. En die Identity Provider is gekoppeld aan SurfConnect. Wil nog niet zeggen dat je met dat EduID ook direct toegang hebt tot heel veel diensten. Want het is nog altijd zo dat op dat moment die dienst EduID moet toestaan als Identity Provider. Maar als je dat doet, dan heb je in potentie, kun je tot de voordeur komen van zo'n dienst met een EduID. En wat ik zei, iedereen kan dat doen. Eigenlijk de enige voorwaarde die je in het start van een EduID aanmaak hebt, is dat je e-mail invoert en dat de verificatie van het e-mailadres doen, zodat we in ieder geval weten hoe we met je moeten communiceren. En je kunt op dat moment eigenlijk op verschillende manieren een login aanmaken. Een van de standaard manieren die dan altijd al meteen werkt, is een e-maillink. Dus op het moment dat je wil inloggen, wordt er een mailtje verstuurd met een loginlink. En als je daarop klikt, ben je ingelogd. Maar je kunt natuurlijk ook een wachtwoord aanmaken. En daarnaast hebben we sinds een tijdje ook de standaard WebAuthn en FIDO 2 toegevoegd. En eigenlijk is dat een gestandaardiseerde manier om een authenticatie te kunnen uitvoeren. En een sterkere authenticatie. Dus je kunt dan bijvoorbeeld je vingerafdruk. Kijk, ik heb een MacBook bijvoorbeeld met een vingerafdrukscanner. En dan kan ik mijn vingerafdruk gebruiken om in te loggen. Maar op een iPhone bijvoorbeeld zou je Face ID kunnen gebruiken. Maar je kunt ook nog een YubiKey gebruiken, gewoon een hardware sleutel die dit ondersteunt. En dan kun je ook inloggen. Dus dat maakt het loginproces alleen veel eenvoudiger. Maar wat we nog steeds toe willen voegen is eigenlijk MFA.
En ons plan is eigenlijk om multifactor authenticatie in de vorm van passwordless login toe te gaan voegen. We zijn nu een plan aan het ontwikkelen om dat te gaan doen. En dat zie je eigenlijk ook met hoe Microsoft dat bijvoorbeeld doet. Dan gebruik je eigenlijk een app op je mobiele telefoon, waarmee je en iets hebt, dat is eigenlijk je mobiele telefoon, en een soort pincode of je vingerafdruk of je Face ID gebruikt. Dus dat zijn eigenlijk de multifactors die je dan gebruikt. Maar een eindgebruiker hoeft dus ook niet meer een wachtwoord als eerste factor in te typen. Dus het is eigenlijk weg met het wachtwoord idee. En daar zijn we nu de plannen voor aan het maken om dat toe te kunnen voegen. Hopelijk gaat dat snel. Ja, hoe kun je dat dan al gebruiken? Nou, dat is natuurlijk gastgebruik, gasttoegang. Dat is wat veel mensen het al voor gebruiken. Of een account wat onafhankelijk is van een instelling. En dan kom je bijvoorbeeld al bij Edu Badges. Dat zijn micro-credentials die uitgedeeld worden aan een persoon, aan een student. Ja, op welke identiteit doe je dat dan? Maar zij hebben daar logischerwijs gekozen voor Edu ID. Omdat Edu ID ook niet afhankelijk is van je instellingsaccount. Als je instellingsaccount opgeheven is, dan blijft dat Edu ID bestaan en blijf je toegang hebben tot jouw micro-credentials die in Edu Badges zijn opgeslagen. Dus op die manier kun je ook een instellingsonafhankelijk account gebruiken. En ik denk dat we, ik ben even aan het kijken nog of dat er specifieke vragen zijn die ik hier zou kunnen beantwoorden. De meeste vragen zijn al beantwoord in de chat. De belangrijkste vraag was, wat als je een instellings-e-mailadres gebruikt? Dat is niet de bedoeling, die wordt tegenwoordig zelfs voor gewaarschuwd, dat niet doen, want de bedoeling is dat je EDUID ook meeneemt als je niet meer bij de instelling moet. Ja, daar zitten wat risico's aan. Hè. Mensen zijn soms misschien geneigd om dat te gebruiken. Daarom hebben we daar ook een waarschuwing op gezet. Om dat vooral niet te doen. Ik zie ook nog een vraag van Fabian. Moet er dan niet voornamelijk op biometrische gegevens worden gestuurd? Ik weet niet precies wat je bedoelt. Maar de biometrie dus die gebruikt wordt, bijvoorbeeld je vingerafdruk of je Face ID, die blijven altijd binnen het apparaat zelf. En die zullen nooit bij EduID of bij SurfConnect terechtkomen. Dat is, meestal wordt je vingerafdruk en je Face ID eigenlijk alleen gebruikt om een geheim, een sleutel te unlocken eigenlijk op je device. En met dat sleutel wordt uiteindelijk eigenlijk onder water ingelogd. Dus het is niet zo dat die biometrische gegevens gaan zwerven of zo. Die blijven altijd op het device zelf. Maar ik denk even dat het een leuk moment is om over te schakelen naar Peter Havekes. Ja. Om een demo te laten zien van hoe ziet het er nou uit, een digitale identiteit aanmaken binnen EduID. Ja, gaan nou, we dat doen. Even gewoon applicatie wisselen. Kijken of met de techniek ook allemaal goed gaat. Dus moet wel een paar dingen. Delen naar de afstrijdstelling. Nu begint het. 1, 2. Ook wat. Nou, het delen van Peters scherm. Maar... Geoefend, altijd, hè? Peter, kan je iets duidelijker praten? Want je bent onverstaanbaar. In elk geval voor mij. Ik weet niet of je de enige bent. Nou, wat dichter bij de microfoon zitten. Is het zo beter? Oh. Joost beter, ja. Dus okay. Het delen van deze demo. Juist, nu hebben we wel beeld. Ja. Als je naar EduID... Maak hem nog iets groter als je wil. Command plus, dat bedoel ik. In het juiste scherm. Kijk. Als je naar EduID.nl gaat, dan kom je al terecht op onze omgeving. De voorkant van EduID. De meeste gebruikers zullen via andere routes bij EduID uitkomen om de eerste aan te maken. Dit is wat je nu al kunt doen. En hier kun je behalve je eigen EduID bekijken, ook een EduID aanvragen. En zoals Peter al zei, het enige wat je daarvoor nodig hebt is een e-mailadres. Ik heb voor de demo een Gmail-account aangemaakt. Ik was gevraagd om een naam op te geven. En dat is alles wat je nodig hebt om een EduID aan te vragen.
Dan zeg ik, nou, dat is een mailtje gestuurd naar jouw Gmail-account. Die zal even een klantelijk winkel. Best. Je hebt een EBUID aangevraagd. Wil je deze bevestigen? Nou, wil ik wel. Je EBUID is geactiveerd. Mocht je nu onderweg zijn geweest naar een dienst die mij vroeg om met EBUID in te loggen, had ik geen mogelijkheid nu naar de dienst gestuurd. Omdat ik nou bij EBUID zelf ben begonnen, kom ik nou de beheeromgeving van EBUID terecht. Zo eenvoudig is het om een EBUID aan te maken. Je hoeft geen wachtwoord in te kiezen. Je hoeft niet meer informatie dan dit alleen te geven. En zo kun je je EBUID al gaan gebruiken. Mocht je nu wel een wachtwoord willen gebruiken, dan kun je die hier toevoegen. Bij je persoonlijke info, bij mijn beveiliging staat de manier waarop ik nu inlog. Dus het e-mailtje naar mijn Gmail-adres, naar mijn privéadres, dat is een magische link. Ik kan een wachtwoord toevoegen en ik kan een beveiligingssleutel toevoegen. Wachtwoord toevoegen, heel eenvoudig. Je moet natuurlijk wel tegen zelf typen. Zo, nu kan ik voortaan bij het inloggen kiezen of ik met een link wil inloggen of met een wachtwoord wil inloggen. Om het nog wat makkelijker te maken voor mezelf heb ik ook nog een hardware sleutel. Het kan ook een Android of iPhone toestel zijn. Ik heb toevallig ook zo'n sleutel voor andere toepassingen. En hier zit ook een knopje om een beveiligingssleutel toe te voegen. Ik geef hem een naam, want je kunt meerdere toevoegen. Dit is een YubiKey. Start. Je gaat een beveiligingssleutel toevoegen. Er komt nog extra uitleg. En nu vraagt mijn browser, nou, vind je het goed dat deze site jouw sleutel gebruikt? Ik moet met mijn vingers erop drukken. En voortaan kan ik met mijn beveiligingssleutel inloggen. Als ik nu uitlog, gaat het niet goed, dus ga ik het nu delen. Dan kan ik het inloggen ook laten zien. Dus nu opnieuw wel voor een willekeurige dienst in mag gaan loggen. Dan zal ik vragen wat mijn wachtwoord is en wat mijn e-mailadres is. Omdat ik de vorige keer met een magische link heb ingelogd, bij het aanmaken staat die als default. Maar ik kan ook zeggen van, nou, ik wil met een beveiligingssleutel inloggen. Of ik wil met een wachtwoord inloggen. Wachtwoord zou ik vragen om het wachtwoord. Als ik kies voor de beveiligingssleutel. Dan kan ik zeggen, log maar in. Vraag mijn browser opnieuw om mijn sleutel te gebruiken. En ik ben ingelogd. En dit is eigenlijk de manier waarop EBUID als pure identity provider te gebruiken is. Dus dit is het eerste wat we hebben opgelegd. Ja, dankjewel Peter. Ik denk dat dat al heel mooi laat zien hoe dat je een account kunt aanmaken. Ik zag al wat vragen in de chat, die gaan over betrouwbaarheid, zag ik. Daar komen we zo meteen even op. Eigenlijk de volgende stappen die ik zou willen laten zien is privacy. Wat doen we eigenlijk aan privacy? Ja, natuurlijk kun je EBUID gebruiken om login bij een dienst te doen. Maar eigenlijk het mooie is op dit moment, zoals we het nu geïmplementeerd hebben, is dat eigenlijk iedere dienst waar je op inlogt, krijgt een ander pseudoniem. En dat doen we eigenlijk zodat die diensten onderling geen profiel kunnen opbouwen. Dus iedere dienst krijgt een aparte EBUID pseudoniem. En daarmee zijn we dus juist heel erg privacyvriendelijk. Het veroorzaakt soms ook wel weer eens problemen. Hè? Als je als instelling een aantal diensten hebt die een gezamenlijke identifier wil, dan wil je eigenlijk ook een gezamenlijke EBUID hebben. We zijn nu ook bezig om te kijken hoe dat we dat goed moeten faciliteren. En Surf Connect heeft daar al een paar features voor. Dus ik denk dat we daarop mee kunnen liften. Maar dat is dus optimale
privacy. En we moeten daar natuurlijk een soort afweging maken tussen wat is bruikbaar en wat is privacy. Dus daar zijn we ook benieuwd naar jullie ideeën. Een andere feature die we voor privacy hebben ingebracht is dat je je eigen data kunt downloaden. Dus eigenlijk alle data die wij in EduID van jou hebben, kun je downloaden. In een gestructureerde manier. En het is dan ook mogelijk om je account te verwijderen. En dan verwijderen we ook je gegevens. Het mooie is eigenlijk dat, die pseudoniemen die gebruiken we bijvoorbeeld dus ook bij de pilot studentmobiliteit van de Universiteit Utrecht, Wageningen en Eindhoven. Die samen dus het volgen van vakken bij elkaar heel makkelijk willen laten zijn voor studenten. In ieder geval het administratieve inschrijven en het terugmelden van het resultaat. Wat we daar dus ook doen, en daar toetsen we dit dus ook echt. Bijvoorbeeld als een student van de Universiteit Utrecht bij de Universiteit Eindhoven een vak wil volgen. Dan doet hij dat ook met EduID. Geeft hij toestemming dat zijn gegevens van zijn thuisinstelling naar zijn gastinstelling overgebracht worden. Maar beide met EduID krijgen ze dus allebei de universiteiten een andere pseudoniem. Dus die zouden, als het twee gewone diensten waren geweest, hadden ze niet onderling een profiel kunnen opbouwen. En dat zijn we eigenlijk zo in die pilot ook aan het toetsen. En ik ga er weer over even naar Peter. Dan kun je even laten zien hoe dat werkt. Ja, ik kan even laten zien wat de verschillende identifiers dan blijven te zijn. Ik zag nog een vraag van Dick. Vroeg, wat kun je doen als iemand onder mijn naam een EduID lijkt te hebben aangevraagd? Een EduID is al gekoppeld aan een privé mailadres. De naam, voornaam, achternaam, die vul je gewoon zelf in, maar de EduID is je privé e-mailadres. Niemand zal jouw privéadres gebruiken om een EduID te maken. Aan te maken. Ja, ik denk dat het ook deels ook een relatie heeft met betrouwbaarheid. Daar zal ik zo meteen nog heel even wat over vertellen. Maar voor de demonstratie, ik ga naar een willekeurige dienst en ga daar inloggen met mijn EduID om te laten zien wat dan die uitdaging is. Kun je nog iets groter maken voor de mensen thuis? Dan kunnen ze een beetje goed zien wat er gebeurt. Ik ga naar de profielpagina van Field Connect. Het is eigenlijk gewoon een willekeurige dienst, wat net zo goed een ELO of een CIS of een uitgever kunnen zijn. Maar dit is voor de demonstratie. Ik kies voor de EduID om in te loggen. Ga ik hier mijn mailadres. Ik heb de aantal van mij. Ga voor de demo leuk, hou ik daar een keer een wachtwoord inloggen wat ik net ingesteld heb. Ik ben ingelogd op de dienst en een van de dingen die je daar ziet, behalve mijn gegevens. Kun je iets groter maken? Doorgegeven. Ja. Mensen thuis kijken op een heel klein schermpje. Ja, ik heb hier een heel groot schermpje gekregen. wat je hier ziet is onder andere het EduID. Dus de EduID Identifier. Als het aan ons ligt, is dit de enige identifier die we aan de dienst doorgeven. En die is dus voor elke dienst anders. Dus je geeft steeds een ander nummer weg naar alle verschillende diensten. De dienst krijgt wel steeds hetzelfde nummer, dus die weet wel dat jij een terugkerende gebruiker bent. Maar die zou niet op de achtergrond met andere diensten een profiel op kunnen bouwen van dat bedrijf. Bijvoorbeeld ook bij een andere dienst inloggen. Dan heb je nog een tweede debugpagina, waar ik natuurlijk zonder opnieuw in te loggen naar binnen ga. Dan zie je ook hier een EduID-nummer terugkomen. En voor de mensen met een goed geheugen, weet deze begint met een B en de andere begon met een F. En geloof mij, de rest is ook anders. Dus deze twee verschillende diensten die krijgen verschillende identifiers van mij. Ik kan daar wel inloggen. Ze hebben wel de gegevens die ze nodig hebben. Ze kunnen me nog steeds een e-mail sturen, maar ze kunnen me niet op de achtergrond op mijn identifier aan elkaar relateren. En je ziet ook in mijn EduID profiel, als ik daar inlog. Goed inlog. Als je naar mijn EduID gaat, dan zie je bij je data en activiteit, zie je ook dat ik bij twee verschillende diensten ben ingelogd. Bij de debugpagina ingelogd, daar heb ik deze identifier weggegeven. En ik ben bij de profielpagina ingelogd en daar heb ik deze identifier weggegeven. Als ik denk, ik wil nooit meer iets te maken hebben met deze dienst hoeft mijn nummer nooit meer te gebruiken, kan ik hier mijn inloggegevens verwijderen. Die verwijder ik dan alleen bij EduID, dus het nummertje en mijn andere profielgegevens die ik aan deze dienst heb doorgegeven, die verwijder ik dan. Bij de dienst zelf kunnen wij niet automatisch de informatie verwijderen.
Mocht je nou een tijd jouw EduID gebruikt hebben en jouw ont willen ruimen of inzicht willen hebben in alle data, hebben we de mogelijkheid toegevoegd om al jouw data te downloaden en om jouw account helemaal te verwijderen. Helaas is voor leven lang leren natuurlijk niet aan te raden, maar voor privacyafweging is wel mogelijk om te verwijderen. En download je data geeft een heel eenvoudig een JSON bestand, dus een technisch bestand, waarin alle informatie staat die wij van je hebben, zodat je inzicht hebt in wat wij over jou weten en aan welke diensten dat die informatie weggeven. Nou, dat was het ding over pseudoniemen. Oké, okay. Pakken we even over. Nou, de volgende item is betrouwbaarheid, wat we als kenmerk van EduID belangrijk vinden. Op dit moment, bijvoorbeeld betrouwbaarheid is bijvoorbeeld heel belangrijk bijvoorbeeld voor EduBadges. Want je wil een identiteit hebben waaraan je een microcredential toekent. En dan moet je wel weten aan wie je dat toekent. Dus hoe dat we dat op dit moment kunnen doen, is het EduID wat jij zelf hebt gemaakt, kunnen we linken aan een andere identiteit. En op dit moment kan dat bijvoorbeeld door te linken aan je instellingsidentiteit. Dus om dat mogelijk te maken, kun je in de Mijn EduID-omgeving kun je zeggen van ik wil mijn instellingsidentiteit koppelen. En dan kun je heel eenvoudig, moet je inloggen bij je eigen instellingsidentiteit, eigen instellingsidentity provider. En dan worden een aantal gegevens overgenomen in je EduID-profiel, die dan ook een zeg maar een soort vinkje hebben, waardoor die extra betrouwbaar gegevens zijn. En we hebben natuurlijk ook een plan om dat uit te breiden, want niet iedereen heeft natuurlijk een instellingsidentiteit. En we hebben bijvoorbeeld in onze pilotomgeving hebben we dat ook al gedaan met Irma. En ik weet niet of iedereen dit kent, maar dat is een I Reveal My Attributes. Daar staat Irma voor, een initiatief van Radboud Universiteit. Is dat geweest ondertussen ondergebracht bij het SIDN, waarmee je eigenlijk op je telefoon een soort wallet hebt waar je attributen kunt inladen. En die attributen kun je vervolgens weer vrijgeven. Nou, een van de mogelijkheden van Irma op dit moment is dat je de burgerlijke stand attributen van Nederland kunt laden in Irma. En die worden met DigiD moet je dat verifiëren en dan komen die gegevens dus hooggevalideerd in je Irma app te staan. En een dienst zoals EduID kun je dus zeggen van nou ik wil bewijs je identiteit maar met Irma. Geef maar een aantal attributen van de Nederlandse overheid vrij aan Irma, aan EduID. En dan weten we in EduID betrouwbaarder wie je ook daadwerkelijk bent. Nou, onder water is dat allemaal gesigned en getekend door de Nederlandse overheid. Dus dat is ook heel betrouwbaar. En daarnaast zijn we ook aan het kijken van kunnen we misschien een paspoortscan toevoegen. Want Irma werkt wel leuk met bijvoorbeeld Nederlandse mensen. Mensen in Nederland die in de burgerlijke stand zijn geregistreerd. Maar niet met buitenlanders of buitenlandse studenten of buitenlandse onderzoekers. Dan is toch een paspoort of identiteitskaartscan erg handig. Dus we zijn al met Surf Security zijn we dat aan het onderzoeken. Maar we willen die techniek eigenlijk ook gaan inzetten voor EduID. Nou ja, goed, die voorbeelden die heb ik al een beetje genoemd. EduBadges, ook in de pilot studentmobiliteit gebruiken we dit ook. Want we willen graag ook daar een betrouwbare identiteit hebben. En ook daar maken we die koppeling op dit moment met de instellingsidentiteit. Dat zijn een beetje de huidige status en de plannen. En dan kan Peter dat we even laten zien hoe dat eruit ziet. Ja. Laten we ook even EduBadges gewoon als voorbeeld nemen. Ja, ze wensen ze weer bijzoeken. EduBadges, ik ben een student en ik heb een badge verdiend bij in dit geval Harvard Example.eu bij een onderwijsinstelling. Ik heb die badge verdiend, maar ik moet die nog wel aanvragen. Ik wil die badge natuurlijk niet koppelen aan mijn onderwijsaccount, want zodra ik klaar ben met mijn hele opleiding krijg ik een diploma, maar kan ik dus niet meer bij deze badge omdat ik hem in kan loggen. Dus ik ga deze badge aanvragen met mijn EduID-account. Ik heb van mijn docent een linkje gekregen naar de badge die ik wil gaan aanvragen. Ik moet inloggen om hem aan te vragen. Dus ik ga nu tegen de docent zeggen, ik wil deze badge ontvangen op mijn, met mijn EduID-account.
Ik ben al ingelogd, dat heb ik net laten zien. En Eli die zegt nu tegen mij, wacht even. Voordat je verder gaat, deze instelling, Eli Patches, wil een voornaam en achternaam weten die van een vertrouwde instelling komt. Ik moet dus nu een account gaan koppelen aan mijn EBA om te bewijzen dat ik echt deze student ben. Ik zeg, nou is goed, werkt hier maar. Ik ga inloggen bij de Harvard. Een voorbeeld, IDP. Goeie gegevens bij de hand pakken. Ik studeer bij Harvard. En natuurlijk Peter van Harvard, dat zullen jullie allemaal weten. Eduard, die account linking, ik ga wat informatie mee ontvangen. Ik zeg, dat is goed. Gelukt. Je hebt voldaan aan alle voorwaarden. Dus de Eduard Badges omgeving heeft gezegd van, deze student gaat me inloggen met zijn Eduard ID. Maar ik wil wel wat meer zekerheid van. Heeft met het SAML-bericht, met het inlogbericht, heeft hij aangegeven, ik heb meer informatie nodig. En dat heb ik nu al gedaan. Ik heb mijn voornaam en achternaam geverifieerd bij een instelling die vertrouwd wordt. Ik mag gewoon Eduard Badges. Edubadges krijgt nu wat meer informatie van mij. Ik krijg namelijk ook mijn Edu-ID en het feit dat ik gelinkt ben. En nu is mijn tijd aangevraagd. Ook dit zie je weer terug bij mijn Edu-ID-profiel. Na de data en activiteit zie je nu ook dat Edubadges van mij informatie heeft ontvangen. En dat ik ook een account gekoppeld heb. Want bij mijn persoonlijke info had ik nu moeten zien. Ja. Dat ik bij een vertrouwde partij ben ingelogd en dat ik een vertrouwde voor- en achternaam heb. Op deze manier kun je dus de betrouwbaarheid van een Eduard die een gebruiker zelf heeft aangemaakt, verhogen om te koppelen aan een bestaande instelling. Ja, dankjewel Peter. Ik ga weer verder. Ik merk wel dat we een beetje op moeten schieten, gezien de tijd. Want we moeten volgens mij rond 3:30 weer terug. Dus ik moet daar even pragmatisch mee omgaan. Ja, dit is eigenlijk wel een heel belangrijk. Hè. We stellen juist met Eduard ID de student veel meer centraal dan dat er in de klassieke manier zoals we tot nu toe eigenlijk altijd doen, de instelling veel meer centraal is. De student die ziet ook veel meer wat er gebeurt en moet ook veel meer toestemming geven voor bepaalde zaken. Hij kan dus toestemming geven voor gegevensuitwisseling, hij kan inzicht in verleende toestemming en hij kan die ook weer intrekken. Gezien de tijd ga ik even verder. Want als we kijken naar bijvoorbeeld, hè, hoe doen we dat binnen de pilot student mobiliteit, kan het een redelijk complex plaatje zijn, maar eigenlijk wat we hier zien, ik kijk even of dat mijn muis zichtbaar is. Nee, mijn muis is niet zichtbaar. Dan moet ik, wel zichtbaar. Oh, nou, maar ik zie hem niet. Nou goed. De onderwijsaanbodsite, waar mensen kunnen zien welk onderwijsaanbod er is, daar kunnen mensen gaan zoeken. Er wordt een vak uitgezocht. En als dat vak uitgezocht is, wordt dat door een EduBroker opgepakt. EduBroker is generiek. Er kunnen dus meerdere onderwijsaanbodsites zijn. En die EduBroker is een generieke, bijvoorbeeld voor de EU-alliantie van Eindhoven, Wageningen, Universiteit Utrecht, zal een andere onderwijsaanbodsite waarschijnlijk hebben dan de LDE, Leiden-Delft-Erasmus samenwerking. Maar gezamenlijk kunnen ze dezelfde EduBroker gebruiken. Uiteindelijk start dan een inschrijving bij twee en die wordt gestuurd naar de gastinstelling van waar iemand een vak wil volgen. En die gastinstelling zal het eerste wat hij doet is zeggen van nou ga maar even inloggen. Nou dat doe je met een via SurfConnect met een EduID en bij vijf wordt op dat moment ook meteen consent gevraagd. Van hey, we gaan een aantal attributen doorgeven aan je gasten IDP, aan de TUE. Maar we zullen ook wat informatie gaan opvragen bij jouw thuisinstelling, de Universiteit Utrecht. En als je vak klaar is, zullen we ook het resultaat terug gaan melden. En zo zie je dat die consent daar gegeven wordt. Bij stapje 6 wordt die consent eigenlijk in de vorm van een OAuth token doorgegeven aan de TUE.
En de TUE kan dan middels een OOAPI-verzoek dat de gegevens gaan opvragen bij de Universiteit Utrecht. Daar zit een OAuth-token bij. En dat wordt met 8 wordt dat gevalideerd door de Universiteit Utrecht. Van is dit wel een goed token? Klopt het allemaal wel? En de SurfConnect zal inderdaad zeggen van nou, dat klopt. En die krijgt een eDO-ID terug van die specifieke gebruiker voor de Universiteit Utrecht. En zijn accountnaam die hij had bij de Universiteit Utrecht. Zodat die student hem, zodat die instelling hem echt kan opzoeken in zijn eigen OSIRIS. Als dat allemaal goed gegaan is, dan wordt in stapje 10 worden de gegevens van de student teruggegeven aan de thuisinstelling en kan de inschrijving eigenlijk voltooid worden. Daar in stapje 10 zitten eigenlijk alle gegevens die nodig zijn voor een inschrijving. En aan het einde van de studie, van het vak, kunnen op dezelfde manier de gegevens van het resultaat ook teruggemeld worden. Wil je het nog even laten zien, Peter? Ik hoor dat we nog 2 minuten hebben, maar ik weet dat deze demo in 1 minuut kan. Nou. Ga ik proberen? Ik vind het wel mooi om dat te laten zien. Dit is dus wat vanaf september live gaat. En wat als het goed is, de administratieve systemen heel erg gaat ontlasten bij de deelnemende instellingen. De originele opdracht was om de studenten in 1 klik in te laten schrijven. En het mooie daarvan is dat je ook heel weinig ziet gebeuren hier. Hier kan een student bladeren door het onderwijs wat een andere instelling aanbiedt. Ik ga daar niet te veel op in. Ik ga dus nu als student van TU Eindhoven een cursus volgen bij Wageningen. Afrikaanse culturen in de praktijk. Universiteit Utrecht zie ik. Ja. Maakt niet uit, hè? Bij een andere instelling. Ik ga registreren en op dit moment word ik doorgestuurd en krijg ik te horen dat ik nog 1 minuut heb. Dat is genoeg. Dat ik een ga schrijven voor een vak bij een andere instelling. Ik zeg dat is goed. Ik ga inloggen met mijn eDO-ID om toestemming te geven. Ik ben al ingelogd. Geef toestemming om wat informatie door te geven naar de gasten. En dit is het nieuwe stukje. Naast dat ik inlog, geef ik ook toestemming om mijn persoonlijke informatie op te gaan halen en om straks de resultaten weer terug te sturen naar mijn thuisinstelling. En zodra ik zeg allow, kom ik hier terug en word op de achtergrond ingeschreven. Mijn gegevens worden opgehaald. Het SIS van de gastinstelling wordt geïnformeerd en ik ben ingeschreven. Was het binnen 1 minuut? Klopt. Laat nu vooral even zien in eDO-ID hoe dat, die toestemming eruit ziet. In eDO-ID zie je nu. Deze pagina. Dat ik ook toestemming heb gegeven voor deze informatie uitwisseling. Maar dat is toch het demo-effect dat is uiteindelijk. Wil je refresh niet? Hij refresh niet. Hier zou je normaal zien dat ik toestemming heb gegeven voor de gegevensuitwisseling en dat je hier, waar ik nu mijn gegevens kan verwijderen, ook de toestemming voor de gegevensuitwisseling in kan trekken. Gaan we niet meer in de laatste 30 seconden gerepareerd krijgen. Nee. Oké, dankjewel Peter. Mooi om te zien zo, die demo. Ik denk dat het dan tijd is dat jullie teruggaan naar de plenaire sessie. Ik had nog een paar andere dingen, maar ik denk dat, dat we het hierbij moeten houden. Ik zou zeggen heel erg bedankt voor jullie aandacht. Als jullie meer willen weten over eDO-ID of een keer een telefonisch overleg, neem even rechtstreeks contact met ons op. Dan kunnen we nog veel meer vertellen. Dankjewel en tot zo in de plenaire sessie. Tot ziens.